ze niet uit de auto geslingerd worden. De airbag is een luchtkussen dat bij een botsing in delen van seconden wordt opgeblazen. De airbag verhindert bijvoorbeeld dat de bestuurder met zijn hoofd tegen het stuurwiel klapt. Wanneer de nieuw ontwikkelde auto de crashtests goed heeft doorstaan, dan volgen de hardheidsproeven. Daarmee wordt onderzocht of de auto tegen grote belastingen bestand is. Daarbij moet het voertuig een aantal dagen ononderbroken rijden. Zo kunnen de ingenieurs bepalen of de banden, de motor en de bewegende onderdelen tegen de belastingen van een heel autoleven opgewassen zijn. In deze koelcellen heersen ijzige temperaturen. Hier wordt getest of de motor ook in de koudste winter nog zal starten. De test in open terrein laat zien hoe de auto op sneeuw en ijs reageert. Komt die in een slip? Of zou die om kunnen slaan? Roest de carrosserie? Of laat de elektronica het afweten? Alle zwakke plekken moeten gevonden en verholpen worden. Pas dan wordt het groene licht gegeven. Na jarenlang ontwikkelingswerk en ontelbare proeven kan de serieproductie beginnen. Per dag rollen er meer dan 1000 voertuigen van de lopende band van een autofabriek. De meeste kopers vinden het belangrijk dat hun nieuwe auto comfortabel, veilig en gemakkelijk te besturen is. Daarom bedenken autofabrikanten steeds weer nieuwe technische snufjes. Zoals bijvoorbeeld een navigatiesysteem. Dat is een computer met een elektronische landkaart. De chauffeur voert zijn reisdoel in. Op een beeldscherm kan hij aflezen welke straten en wegen hij moet nemen om bij zijn doel te komen. Tegelijkertijd registreert de computer elke beweging van de auto. Zo weet de chauffeur op elk moment waar hij zich precies bevindt. Met dit navigatiesysteem worden landkaart en atlas overbodig. Ingenieurs proberen auto's te ontwikkelen die het rijden nog aangenamer maken. Bij dit model wordt de auto gestart door de vingerafdruk van de chauffeur. Hier past de stoel zich automatisch aan de lichaamsomvang van de bestuurder. En door ingebouwde camera's weet de auto van de toekomst waar hij heen moet. De chauffeur hoeft dan niet meer te sturen en kan ontspannen achteroverleunen. Eindelijk is het zover. Ik heb het gevonden. Een voertuig dat een wereldrevolutie wordt. Zal wel. Ja, hij rijdt op water, heeft een eigen keuken, kan achteruit net zo snel als vooruit en heeft een helemaal nieuw remsysteem dat meteen werkt. En hier is hij. Mijn auto van de toekomst, de Quentinmobiel. Hoe ziet de auto van de toekomst eruit? Misschien wel zo comfortabel als dit model. Voor alles proberen technici en ingenieurs voertuigen te ontwikkelen die geen benzine of diesel meer nodig hebben. Want door de verbranding van deze brandstoffen komen er uitlaatgassen in de lucht die schadelijk zijn voor mensen, dieren en planten. Bovendien zal op een dag de olievoorraad van de aarde opgebruikt zijn. En dan kan er ook geen benzine of diesel meer worden gemaakt. Er moet dus een alternatief voor de tegenwoordige auto's gevonden worden. Wetenschappers hebben een variant ontwikkeld, de elektrische auto. Deze voertuigen rijden niet op benzine, maar op stroom, die in een batterij wordt opgeslagen. De elektrische auto is weliswaar licht en geeft geen stinkende uitlaatgassen, maar is toch niet echt milieuvriendelijk. Want ook de stroom voor het rijden moet ergens vandaan komen. En dat gebeurt vaak in kolenkrachtcentrales, die schadelijke stoffen de lucht in blazen. Verdere nadelen? De batterijen zijn zwaar en bovendien moet de elektrische auto al na een relatief korte afstand via een stopcontact opgeladen worden. Een andere ontwikkeling van de ingenieurs zijn auto's die met waterstof worden aangedreven. Waterstof is een reuk- en kleurloos gas en kan als onderdeel van water in grote hoeveelheden gemaakt worden.
Daarnaast verbrandt waterstof, anders dan benzine, helemaal zonder schadelijke stoffen te produceren. Deze vorm van aandrijving is toch nog niet de oplossing van alle problemen. Want voor de productie van waterstof is veel energie nodig, die dus weer in grote fabrieken geproduceerd moet worden. Dus ook de waterstofauto is nog niet voldoende milieuvriendelijk. Beter daarentegen zijn de zonneauto's. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun grote spiegelgladde daken. Deze daken bestaan uit zonnecellen, die de zonne-energie omzetten in aandrijfstroom voor de auto. Zonneauto's zijn bijzonder geruisloos, produceren geen uitlaatgassen en zijn dus erg milieuvriendelijk. Maar ook hier zijn er nadelen. De via de zon gewonnen energie is niet voldoende om een auto zoals wij die kennen aan te drijven. Daarom moeten de zonneauto's tot nu toe erg licht zijn. En is er alleen plaats voor de bestuurder. Er bestaat dus nog geen echt milieuvriendelijke auto die onze huidige auto's helemaal goed kan vervangen. Maar iedereen kan zijn bijdrage leveren. Door auto's te gebruiken die weinig brandstof verbruiken, of alleen met de auto te rijden wanneer dat werkelijk nodig is. En met de fiets kom je toch ook vaak waar je moet zijn. Voor de perfecte auto moeten de wetenschappers nog veel onderzoeken. Maar misschien lukt het ze om op een dag een auto te ontwikkelen die ons milieu niet meer zo belast. Dan kunnen we in de toekomst ook nog veel plezier van het autorijden hebben. Voordat één zo'n auto helemaal klaar is, dat is wel heel veel werk. En dan nog die proeven, windtunnel, crashtest, poeh! Ja, en technisch het belangrijkste aan zo'n auto, dat is de motor. En de motor is sinds Otto het principe uitgevonden heeft eigenlijk nooit meer echt veranderd. Wat je zegt. Vanaf het begin functioneert de motor zoals bij mijn luchtpomp. Zal ik het nog eens laten zien? Nee. Ha 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 ha!